Goedenavond, dames en heren. Vanavond is het een heel bijzondere avond. Niet alleen voor u in de huiskamer, maar ook voor ons hier in de studio. Want na inspannende voorbereidingen zijn we dan eindelijk zover dat wij u een volledig televisieprogramma kunnen aanbieden. Het eerste van een reeks experimentele uitzendingen. Dit programma wordt verzorgd door de vier omroepverenigingen die deel uitmaken van de Nederlandse Televisiestichting. Het is ons een groot genoegen dat de regering hier in de studio vertegenwoordigd is door de staatssecretaris van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Zijn de excellentiemeester J.M.L.T.H. Kals, die dit programma voor u zal openen. Wij geven dan ook gaarne het woord en het beeld, leuk, leuk, aan zijn excellentie. Vandaan was gekomen en wat we noemden watergekoelde kwik. Dat waren kwiklampen die watergekoeld werden. En dat was gevaarlijk, want die had een waterdruk nodig van 3 atmosfeer. En dat water stroomde in de lamp en aan de andere kant van de lamp eruit. En daar binnenin zat een... het lichtgevende gedeelte, zeg maar. En er knapte er wel eens een. En dan kwam er een waterstraal naar beneden van 3 atmosfeer. Maar er was altijd een afsluitmogelijkheid dat bij de eerste uitzending dat de minister Kals van OKNW, die opende de zaak. Maar mijn collega had hem een 10 minuten voor die tijd nog net uit zijn stoel kunnen trekken, want toen ging er zo'n watergekoelde kwik naar de haaien en die spoot het water naar beneden. Anders had de minister daar met een nat pak gezeten. Toneelmeester die bij ons was, Jan Jonker, die is menigmaal bij de familie Teunis naar binnen gestormd en geroepen van, als jullie de kopjes nou even vasthouden, dan neem ik het tafeltje mee. Maar daaraan dachten we nog niet in dat oude Irene-studiootje, waar het zo verschrikkelijk gehoorig was, dat je buiten al op je tenen moest lopen om over binnen maar niet te praten. En er was er altijd een Bussumse televisiekijker die even langs reed in zijn auto en die dan toeterde voor zijn vrouw thuis. Dan verstijfden we binnen. This is a Eurovision circuit. Eind 1958 was op Nederlands initiatief met een experiment begonnen dat nieuwe mogelijkheden inluidde voor het contact tussen de volken van Europa. Het net van Europese straalverbindingen, voordien alleen maar incidenteel gebruikt bij relayering van belangrijke gebeurtenissen, werd beproefd op zijn bruikbaarheid voor een dagelijkse nieuwsuitwisseling tussen de aangesloten landen. Die nieuwsuitwisseling van journaalonderwerpen is er nu, dagelijks. Item of the day, I guess. Selwyn Lloyd leaves for Washington. Is that correct, John? Yes, that's correct. Thank you.
alles leuk. Want er veranderde natuurlijk in mijn tijd veranderde er heel erg veel. In het begin, de begintijd was zo prettig omdat niemand precies wist hoe het moest. He, iedereen had dus wel zijn kunstje geleerd. Maar niemand wist precies hoe het moest en wat de mogelijkheden waren. En je mocht, het was eigenlijk een speeltuin. Je mocht doen en laten wat je wilde en je leerde van je fouten. Maar dat is natuurlijk het was een fantastische tijd. En je keek ook naar elkaars programma's. Je belde de collega's van andere omroepen 's avonds op om te zeggen wat je ervan gevonden had. Het was een totaal niet te vergelijken andere tijd met die van nu. Over wat ik het leukste vond. Kijk, elke tijd had zijn eigen bekoring, hè, op die manier. Want het volgde elkaar zo snel op. Eerst was alles live en toen kreeg je dan die telerecording. Nou ja, dat had zijn eigen moeilijkheden, hè, wat ik dus net schetste. En je moest, als je begonnen was, moest je doorgaan, want het kon niet gemonteerd worden. Pas als je op zwart ging, kon je een las maken voor de volgende scène. Nou, en dan was dat gebeurd. Toen kreeg je een tijd dat de telerecording wel gemonteerd kon worden, maar dat het zo lelijk eruit zag omdat alle lassen stonden te springen, dat je het liefst niet monteerde erin. Toen kregen we Ampex en dat was nou ja ook weer alles live, alles direct, alles opgenomen en zonder stops enzovoorts. Toen kreeg je dus de mogelijkheid om te monteren op Ampex. Dan zat je in die enorme ruimte waar al die machines draaiden en iedereen die daar bij de machine stond te monteren, want dat waren natuurlijk joekels van banden en die draaiden niet eventjes in een andere kamer terwijl jij stil achter een monitorje zat. Nee, je keek dus op de monitor die aan de machine zat. Dus je stond al die tijd. En die jongens erbij natuurlijk die de montage dan zelf deden. Nou, en daarna kreeg je kleur. Dus ik heb in die 28 jaar dat ik geregisseerd heb. Ja, ik ben meer dan 30 jaar bij de televisie geweest. Ik heb 28 jaar regie gedaan. Heb ik dus zoveel meegemaakt en zoveel ontwikkelingen meegemaakt. Dat die hele tijd was een spannende tijd eigenlijk.